gezien. Dat pand wil ik. Oké. Okay. Ja, daar ben ik geweest. Ja. En dit komt van een oude autogenerator, maar die heb ik herwikkeld. Dat bundelste, dat is allemaal nep, want daar zit een stappenmotor in. Oh. Maar die geeft. Ja. En die loopt op 200 millibar. Dat is onvoorstelbaar, wie soepel dat eigenlijk. Maar je moet hem, dus als er zuur stijgt, of zuur, dan ga je er neer. Hè? Ja, ja, dus je moet hem in de startstand zetten. Ja. En dat wil zeggen dat ik hier op moet duwen. Ja. Moet hij duwen. Inzetten. En dan kan ik... Moet hem ook draaien. En dat wacht, dat is natuurlijk altijd de gewoon normale pinnetje. Zie je? En dan kan ik die op startstand zetten. Zie je de zuur? Voor zo het hem zetten. En dan kan even de stuim opzetten. Oep. En dan vertrekt hij. En dit is een traaglopende machine. Mm-hmm. En als ik dan hier heb ik aanduiding. Ik hier de spanning. Dat zijn voltmeters. Drie voltmeters. En die zijn dus, die komen uit Philips. En nu gaan we de zaak weer opzetten. Dan gaan we hem opzetten. En dan hebben we stuimen. Ja, dat werd dan natuurlijk gewagen. Dat komt op. De maat van Philips Stadion. Ja, dat is denk ik van KC, denk. Ja. Zie dat wel fijn af, Hans? Dat loopt heel schoon. De hierste net, hè. En die kleppen zijn zo nauwkeurig instelbaar dat hij zo schoon, dat hij nu zo schoon lijkt, want hij loopt. En dan moest je eens kijken hoe lang dat hij loopt. Ja. Dat moest ik nog eens bij een miniatuurstuimmachine proberen kloof te krijgen. En dan ga je alleen met de klappenmachine. Wie ben je hier weer gekomen voor deze gewoon te bouwen? Ik was nog... ik zat in een stijl. Ja. En daar staat de uikstuurmachine. Ja. Ah, ja, ja. En ik zei, ja, dat kon ik nou maken. Ja. Maar nu hebben we plannen gekregen van de Nederlandse modelbouwvereniging. En die houden deze. Ja. Die heb ik in zijn klein gemaakt. Dat was in zijn groot, ja. Die tekening. Maar dat is me allemaal te groot, want ik heb zo van die kisten en dan past hij juist. Ja. En dat is wat ik moet hebben. Hè. Wat pop voor. En ik heb ook niet zoveel plaats om het allemaal te laten. Links en rechts. En dat zit er allemaal binnenin. Hè. Ja, ja. Dus de cilinder is eigenlijk maar 24 mm. Hè. Ja. Dus eigenlijk is dat maar klein. En de slag is 50 mm. Ja. Want boven heeft ze de inloopklappen en onder de uitlaatklap. Ja, en onder de dat is de uitlaat, ja. Het komt in, hè. Dat is fantastisch, hè. En dit is de regulair. Dus duurt het druk. Kijk, het zuiger kunnen muggen doodschweren. Het tegengewicht hult hem tegen. En deze zorgt ongeveer vier dat er nog onder geduwd werd. Ja. Dat is dus een pneumatische ballen van wat, hè. Ziet het? Er werd altijd een mug geduwd. Ja. Als hij nu heller zou draaien, dan... Gewoon die uiteen en dan daarmee. En dan kan hij zuigen via de afsluiting. Ja. En dan krijgt hij minder steun en dan gaat hij minder hout. Ja. Want het is nodig nog een vergadering. En melk kan ik hem op steun zetten. Oké. Dus dan begint hij toch aan te werken. Oh. Je ziet die klapjes, die gaan maar 1 mm in. Hè. Ja, ja. Hier met de meidklap moet hij naar afvliegen. Ja. Ja, dat moet je om mee komen. Ja, met de uitgangsklap heb ik dan weer proberen. Ah, oh, man. Ja. Het is perfect afvliegen. Ja. Dat lukt super. Ja, hij lukt super. Ja. Ja. Heel mooi. En dat zijn de pijltjes. Dat zijn de pijltjes van de achterkant. Ah, oh ja. Ja. Kijk, dat is al klappen. Ja, dit zit in een gaat en dit komt uit de gaat. Ja. En dat met verdrek werd dat dus tot in gedutje. Oh. En de andere is... Is dit? Ja. En dat is natuurlijk al heel goed. Ja, dat is al een goede. En hier kan ik de snelheid ook weer regelen. Ja. Dat is wel handig. Ja. Ik kom nergens aan het antwoorden. Ja, dan gaan we de vrijskolomknop. Ja, dat is wel. Dat is wat het is.
Dat trilt veel gek. Oké. Het werkt. Ja. Ik heb hem helemaal bijeen en ik doe het ermee. Maar ik gebruik vooral omdat echt de klauwplaat, die pikt wel verschrikkelijk goed in heel kleine onderdeeltjes. Ja, ja, ja. Nee, lees niet. Ja. Ja, dat is de beroemde zeiger, hè? Ja, ja. Valt ik zo in een filmpje wat? Ja, dat is een dun plankje, hè? Ja, ja. Ja, ja. Pineer. Ja, en dan heb ik een hebben ding. Kijk. Zie je? Ja. Ik ga hem wat heller laten lopen, want nu lijkt hij. Ja, en dan kunnen we dat laten zakken. En ze loopt dicht, zo. Voilà. Is die? Ze kunnen we dan laten zakken, hè. Ja. Ik heb van het internet gekeken naar oude granen. Ik moet dan hier zo geven. Maar nu is er aan het zeggen. Ja. Met de bal ontvangen. En nu is het echt. Wat is dat, de compressor? Ja, dat is een heel klein. Veruit, stop, achteruit. Er zit een differentieel in, zie je? Oh. Ja, dat is allemaal aan. En hier zitten de mensen. Dit is de duurste van de buurt er anders, zie je? Een picknickje. En hier heb ze dan de gastank en door de watertank. Want aan de onderkant zit er echt nog een waterpomp. Die de ketel terug moet voorzien van water. Ja. Voor je spoel. Goeie? Ja. Echt leer. En hier zie je aan de onderkant wat er zich zo allemaal beweegt. En dat is de condenser. Oké. Hier kost de keuze ofwel de afgewerkte steun rechtstreeks door de show, ofwel naar de condenser. Ja. En van de condenser. Zie je, hier moesten de afdunch hebben. Ja. Dat is de carburateur, dat kunnen ze heller en stiller. En dit is de verdamper. Ja. En dat is de uurwerkmotor, zachtjes dat die. Hij gebruikt dus heel veel in schipjes. En Daimler heeft hij dus gemaakt. En Noorderhand hebben de Engelsen die gepikt. Oké. Okay. Dat werden in de tijd ook allemaal. Ja. Dat is wel gebeurd. Ja. Dat is de eerste Benz. De eerste Benz, later Mercedes, hè. Met madame Bertha Benz, die de eerste... Dat heeft er mee al zo gebeurd, ja. Maar ik doe dat niet, hoor. En dit is de allereerste stuimtrein die personen vervoerd heeft. Ja, van 1825... God hemel, 1825. Ja, ik ben allergisch voor lelijke mensen. Ik kan dat dan. 25 meneer. Ja. Twee cilinders die volledig in het water zaten, want er zit maar één vlampiep in. Ja. En dat was al. Want de vlampiepen waren een paar jaar later hier in de rocket, maar toen nog niet. Ja. Dit was nog gewoon de hele massa heeft begonnen te stoken. Ja. En er zit zelfs een bel aan. Ja, ik heb er een plaats van. Ik vind het juist. Dit is de waterbak, daar zitten de kuilen. Ja. Die kan gestuurd werden. Mm-hmm.
Hij zit zoveel techniek in, hè? Bewegen ja. En alles. Oh, dat moet zien. En het pijlglas, dat bestond toen nog niet, dat waren twee kranen. Want thuis is er regelmatig ja. In de hoogste nog water uitkwam. Kijk, en dit is eigenlijk het systeem, want ik heb hier het systeem, zie je, dit is dus de klavier, dat zijn, ik heb 15 noten, zie je, en daar zit een klep, en zich daar blaas, dus van het moment als er een geitje zit, komt dat nu, krijgt het de fluit krijgt dan lucht. Dat is het principe. Ja, ja. Dit is eigenlijk mijn eerste test. En dat heb ik dan 15 keren nevenein in een volle blokmessing. Dat zit hier. Ja. Dat is hier zit niet goed. En hier zit, en hier zit al die handeltjes. Dit. Ja, die een beetje druk uit. Die moet eigenlijk voor de druk zo. Dat is, dat is eigenlijk de tank. Die bedient je twee kleintjes weer. Nee, de krukas bedient die twee klein. Ja. En die twee klein gewoon rechtstreeks even naar de grote. En vanuit de grote kent de locht naar dat heel systeem. Naar de verdeler. En dan vanuit het geitje krijgt dan elke nuut zijn locht. En dat is glasvezelpapier. Dat is eigenlijk niet kapot geit. Dus ik doe dat nu aan. En nu zijn alle dingetjes toe. Nu komt er niks uit. Mm-hmm. En nu ga ik muziek maken. Let op de dirigent. En ik heb ook percussie. Ik heb 1 minuut laten snuffelen en daar heb ik dus de blaasbalk opgezet. En dat is dan de bel. Wacht, ik gewoon dit op. Nee, oké. De aap, de. André Rieu. Ja. Ik kom direct met een hoofdrond, hè. Ja. Dat is, zo. Hier zit ik op. Hier zetten we een sleutel bij. Hier is het water, de waterpomp. En dat trekt niet vlot. Is dat 24 centimeter die baan? Dat is 7,25 inch. Maal 24,4. Ja, dan zit ik niet hoe je het dan even denk ik. Ja. Ja. Zie je. Ja, dat is eigenlijk een welkeerde. En dit was eigenlijk de allereerste steunkie. Ja, die rocket, hè. Die vlamp heeft gebruikt. Oké. En die houdt dus een heel hoog rendement. En die is dus ter wedstrijd, is hij ook glansrijk gewonnen. En vanaf toen is Stevenson eigenlijk in een regiment beginnen te rijden. Want eerst was het de locomotion. En toen was het de rocket. Mm-hmm. Puffing Bully had er ook nog te maken. Maar door heel, op één jaar tijd gebeurde in die tijd heel veel. En vanaf de rocket is het dus eigenlijk bergop met de vlampieper. Ja, ja. En toen hebben ze dus horizontaal gelacht, gelijk die. Hey, ja. En toen is het gedaan. Toen is het altijd zo gebleven. Ja. Want dit is de tram die ergens dan voorlangs komt. Dat zei ik weer. Ja. En hij vertrok in Leopoldsburg
En zo ging je naar Wiegmol. Wiegmol staat er ook ergens op. Burks, Wiegmol. Nee, het staat er niet op. En zo kwam hij naar Bree. Peer, hier een peer. Dat was die peer. Daar kwam hij langs. En toen kwam hij in Wiegmol en dat was de statie. En toen kwam hij in Bree. En in Bree, dat waren industriëlen. In 1887. En die hebben de eerste stuimaatschappij opgericht. De allereerste. Ja. En dat was eigenlijk om van Bree naar Wiegmol, want dat was een grootspuur. Mm-hmm. En toen is dat, een jaar later, is dat overgenomen door de NMBS, dat is de Nationale Maatschappij. Ja, ja. Maar ondertussen als ze hier deze tram, en zie je de Limburgse Stoommaatschappij, 1887, ja. Met als hoofdzetel Bree. Okay. Er zijn er maar weinig die dat weten, ja. Maar dat is maar een jaar een dienst geweest. Kijk, en dan heb ik hier de marchandise uitgebouwd, zie je. En staat vier met vervuren, en dat is personenvervoer, en dat is door regnet, met ja. Afstandsbediening. Ja. En daar zit een regnet met thuis in. Ik ga eerst eigen buiten, en ik krijg dat niet onder controle, dat rij me gewoon niet te halen of te stil. Kijk, maar dat is een prachtig stuk mechaniek. Ja. En die reed dus met een afstandsbediening, hier in de Pittere zijn die heel goed spelen. Lampen. Ja. Dit was de eerste klas en dat was de tweede klas. Ah. En daar staat het duvelke, het bekende duvelke, daar stond een duvelke in. En dat staat dan. Weet je waarom door je? En alle dieren gaan open, hè. Het is geen probleem. Hè. Ah. Alle diertjes gaan open en toe. Zie je? Gaan open en toe. Hey, de dier trekt. En dat was de eerste klas, hè. Dat waren zetels. En die hadden geen verwarming, wie dat eigenlijk, maar ja, die worden. En dat is dus van de eerste stoomtram hier. Dit is de allereerste stoomtram, maar dezelfde tram loopt nou weer. Ja, ja, dat is maar een paar jaar heb je dat kon gooien. Tot 48 en toen was het gedaan. Ja. Toen was het gedaan. Voelen van een oude bel. Eerste werkstuk. Dat is mijn allereerste werkstuk. Dit is een ijzeren bar van een wc, de vlot aan hangt. Ja. En zo van dat, het is, en dit is dan de verdeling, zie je? Ja. En ik heb dat eigenlijk nooit niet weggegooid, maar ik heb dat verbeterd. En dat is die geworden. En dat gaat veel beter. Voilà, ze. Die hebben ze gemaakt in 1865, maar dat is niet duur gekomen. Dat was niet rendabel. Ja. Jij moest een kracht hebben van 3 kilo. En dat was niet genoeg. Ja. Dat was niet genoeg. Maar eigenlijk een elektromotor. Dat is een elektromotor. Voilà. Ik heb wel direct getrokken. Ja, dat is erbij net. Ja, dus er zit een waterkoeling op. Dat is dubbelzijdig, hè. Dat heb je, hè? Dat is dat zo, als ik televisie bij me zet, dan nee. Dat is er beter, nou, vind je looser dan? Ja, ik laat daar helemaal die bollen, dat vind ik zo. Ja. Ja, die landstroom is ook dat is. Ja, en, daar is dat voor gemaakt, ja. En toen hebben ze gedacht, ik zeg ja, ze maken een ding. Kijk, en zo staat hij op standby. Dat was de eerste, de kanonen te vervuren, zo. En zo lukt hij. Zo lukt hij. Als ik die losloop. Dan loopt ja. Maar dat is dus met een rak en jak systeem. Vier zuigers. Deze zijn hier een tijdje. Deze is hier een tijdje. Met deze is dan ook tegen een noord te platter gereden. Ja. Omdat het hele systeem was zo moeilijk te besturen. Zie je, dat hele ding mis. Ja. Dat hele ding draait je. En dat was niet te doen. Hè. Hij is op de morgen zijn gelandje. Dat is het eerste. En dat is ook een ploeg. Ja, ja. En dan horen duur dingen. Ja. En toen zijn ze eruit met gestopt. Hij draait wel degelijk. En dat geluidje, dat zit vanmorgen. Voilà. En
onze energieproblemen zo weer opgelost. Ja, ja. Dat zijn vier cilinderen. Ja. Maar niet zelf starten. Wat staat daar? Hij staat 180 graden van eind. De moesten aan de gang doen. Maar dat is ook van stoer, hè? Eigenlijk vroeger was dat de bovenste. Wij zijn origineel, die worden gestorven. Nee, dat is wel niet. Ik heb dat in de keuken. Ja. En de bar ook, die heb ik helemaal gehad voor. Ja. En de is iets voor u. Nee, die stond daar, veel zuurder dan zien. Ja. Maar die hoeft te zuigen, klein lampje. Dat is van achteren. Dat is hier een zitte generator. Ja, dat ja. Maar dat is al in klein. Goed, dat maakt het controleren. Die maken heel veel duizend keuren. Dat is zonder moeite. En nog meer. Er zit een gasbrander in. Dit is de gastank, dit is de watertank. En ik kan die laten bollen met dat ketelje, want dat ketelje is echt heel klein. Dat is mijn kleinkje. Het is eigenlijk veel te klein, maar hij bolt erop. Maar je kan de pomp er niet op laten lopen. Ja, dat trekt er niet. Dat trekt er niet. Met misschien zelf wel, want hier zitten de vlampiepen, dat kunt ze zien. Dat is dus heel, heel kunstig gemaakt. Het is de horizontale piepen in. Ja. Die gaan zo, en dan zit heel veel piepjes in. Ja. Ja. En die kunnen we dus aansturen en dan hebben we hier eens geweldig. Ik moet eigenlijk moet dat vastspannen, dat is schoon niet hangen. Maar dat schift hij allemaal. Hè. Ja. Ja. Dat is ook een schoon stuk. Je hebt altijd veel succes. Je hebt altijd veel succes. Wow, dat is iets van wat. Ja. Dit is antiek. En daar heb ik nu wikkelingen op gelacht. En dat is een Edison generator. Ja, ja. Heel oud, maar ik moet hem nog eens aan de gang krijgen. Ja. Dat zijn allemaal dingen die moet ik nog eens doen. En dit is mijn stuimketel. En daar ga ik dat spaal zeker met waterbol. Oké. Want die gaat heel goed deze. Daar is uit gaas gestuurd. Mm. En er zit een condenser bij. Ja. En een waterpomp voor water bij te pompen. En die is... Die ga ik zeker gebruiken. Ziet u? Hey, dit is de isolaire stuimleiding. En... ja, daar heb ik de Nelgeland met laten bollen. Ja. Hij zet ze naar noorden. Ja. Hij zet de kent de richting. Stel bijvoorbeeld dat het noorden is. En u kunt stig rijden, buurdeste wils. Die blijft altijd naar het noorden. Oh, ja. Voilà. Want dat was eigenlijk iets. De Chinezen moesten vroeger heel wijd weg gaan werken. Ja. En de vrouwen gaven hun mannen dan zo'n toestel net van de weg terug te vinden. Maar er waren ook vrouwen die waren dachten om de juiste regel en die zeiden dat twee tandjes tussenuit niets meer teruggevonden. Dat is knap, hè? Ja, de weg naar het café, hè? De weg naar het café, dat is door.